computers and mobile devices bundled to a global network. Communication. Transmission. Reception. Messages. And music. Met de dot. Als jij deze op hebt, kan je stevig daarna je helpen met dat. Ik heb een andere weer precies deze maat. Kan ik je laten zien. Je hebt precies nog een model. Deze is precies dezelfde BH. Zie hoe deze gemaakt is? Van deze kan je kijken. En die heb ik. Ja, het is precies dezelfde maat ook. Dus ja, dat is Candide. Zij kon me helpen. Dat is een Emanuelle. Zij kon ook me helpen. Ze hebben ook veel pillen gedaan. Dat is echt een van de toppers. Ja, precies. Iedereen helpt me dit jaar, aangezien dat het verleden jaar niet goed is gegaan. Dus deze keer proberen we samen te doen. En het is niks leuk dan je eigen dingen zelf doen. Als ik mijn kostuum straks aan heb, kan ik met trots vertellen, die heb ik zelf in elkaar gezet, samen met Emanuelle en Candide. Candide heb een beetje gedaan, ik heb een beetje gedaan. Gea, de moeder van Niels, heb een beetje gedaan. Dus wij hebben een beetje dat gedaan. En ben je ook tevreden met de derde prijs voor de beste kostuum? Nee, daar ben ik niet tevreden, maar dat is niet belangrijk. Oh, okay. Ik voel me echt een winnaar. Mm-hmm. Ik voel qua kostuum, wat ik heb gezien daar, ik was daar. Ik vond dat ik de eerste prijs, tenminste tweede, maar ik had echt je best gedacht aan. Dat ik de eerste prijs kon winnen. Maar helaas, is niet gebeurd. Volgend maar... jaar weer een jaar, elk jaar weer een kans. Precies, maar ik voel echt een winnaar. Yes. Maar is het niet moeilijk om elk jaar weer een nieuwe creatie te verzinnen? Helemaal niet. Nee? Ja, veel inspiratie. Veel inspiratie. Ik heb de hele wereld al gezien. Ik ben in Afrika geweest, ik ben in Azië geweest, ik ben in Zuid-Amerika geweest, in Amerika Centraal. Dus ik daar zie allemaal de inspiratie vandaan. En ook gewoon voor mezelf, weet je. Ik ben echt iemand die dingen ziet en gelijk iets creëren. Een thema verzinnen? Nee, je hebt zoveel thema's dat je denkt, ja, is makkelijk. Maar daarna, natuurlijk voor de thema, gewoon de uitbeelden. Ja. Dat is een beetje moeilijk, want ik kan niet zo goed tekenen. Dus niemand kan in mijn hoofd lezen wat je hier ziet. En daarna moet ik iemand gaan vertellen. Dat en dat wil ik en het teken voor mij. Deze kostuum heb ik zelf verzonnen. Mm-hmm. En daarna heb ik iemand laten tekenen en daarna ze heb ik gemaakt. Ik heb de BH gemaakt, ik heb de dingen ze allemaal uitgezet. Kelly heb getekend, moeder van Niels Geer heb ook geknipt patroon gemaakt. Emanuelle heb ook geknipt patroon gemaakt. Dus zo is dat. Ja. Ja, en verder is de outfit van de koningin. Ik heb gezien dat de outfit van de koningin heel anders was dan bij de achtergronddanseressen in de show. Is dat een beetje bewust? Want ik zie dat de koningin, die is heel bedekt en de danseressen, die zijn iets meer bloot. Ja, als... Was de koningin van... Nou ja, heb ze gevraagd van, ik wil zelf ietsje meer bedekt? Of was het uw idee van, ik wil de koningin iets meer bedekt, iets meer details? Precies wat ik wil in mijn groep, we stralen beauty, sexy en netjes. Dus als iemand moet echt in zijn gemak voelen, zij voelt dat ze niet de maat 36 is, dat ze wil zijn buik ook een beetje bedekt. Yeah. En natuurlijk is ook dat een koningin, heb je ooit een koningin gezien met blote buik? Dus dat was echt een bewuste keuze. Yeah. Dat ik vind dat een koningin hoort bedekt te zijn. En de tweede, zij voelt ook comfort en zo bedekt. Dus met zo'n corset en daarna ging ik maken met heel mooi speciaal materiaal. Zoals je hebt gezien, Nee, Costa heeft die kostuum gemaakt. Echt geweldig. Yeah. Zij is echt een van de toppers. Mm-hmm. Want we hebben heel veel goede mensen hier in Rotterdam. Zeker heb ik ook een paar, die hebben ook kleding voor mij gemaakt. Mm-hmm. Ik ben nu heel tevreden met Nee. Ik geef mijn ideeën, ze tekenen, ze maken. Yeah. Ons kostuum is gemaakt met heel veel passie en liefde en details. En hoe lang duurt dat om zo'n kostuum te maken, om een kostuum te maken van de koningin? Want ik heb net met
dames van het atelier gesproken en die zeiden van ja, we zijn al sinds mei bezig met de pakjes en ja, best wel al een tijdje eigenlijk. Maar de van de koningin, hoe lang duurt dat? Hoe lang is dat al bezig? Daar heb je geen tijd om te vertellen precies. Dan moet je elke keer gaan kijken hoeveel uur je bezig bent. Kijk, dat is echt handwerk van plakken en naaien steentje voor steentje. Mm-hmm. Het is niet iets dat je gaat knippen en met klein plakken. Mm-hmm. Dat is handwerken, één per één. Dus soms heb je meer tijd nodig dan die ander. Dus het is niet iets dat je kan zeggen. Ja, ik heb, ja, misschien heb je als jij in één week helemaal alleen met deze kostuum gaat maken. Ik denk, ja, heb je een week nodig. Doe jij direct. Heb je elke keer dat je een beetje doet, dan heb je 2 of 3 maanden nodig. Dus hang vanaf hoeveel uur je gaat insteken totaal. Maar wat probeer je te doen qua het tijdslimiet? Wat probeer je aan te houden? Probeer je die paar maanden of die week? Of wat wil je het liefste? Allerliefst wil ik dat ik een plaats... Zo snel mogelijk? Nee. Allereerst wil ik dat ik een plaats heb, net als nu. Ja. Pier Tachten, Ivo Montaigne en Steven, die helpen me geweldig. Ah, dankjewel. Zonder hun heb ik geen plaats, want ik woon ver. Mijn deelnemers komen allemaal van Rotterdam, van deze wijk, Delfschade. Dus dankzij dat kan ik hier zijn. Maar nu is de eerste keer dat ik echt een plaats heb om kleding te maken. Als ik een plaats heb, dan kan ik ook na de carnaval kan ik beginnen. Maar als ik nergens heb, dan kan ik niet beginnen. En ook een probleem is dat wij, de deelnemers, komen niet op tijd. Weet je, ze moeten warm krijgen, ze moeten warm weer, ze moeten de stemming, ze moeten alles hebben om daarna ja te zeggen. Ik ben al lang begonnen, maar ik had niet deelnemers genoeg. Als je geen deelnemers hebt, kan je niks doen. Want hoeveel deelnemers zijn er nu dan? Ik moet meedoen met 45 en dan pas kan ik zeggen dat ik een groep heb. Okay. Minder dan 45 mensen. Mag je niet meedoen? Nee, ik mag wel meedoen, maar elke persoon dat ik tekort kom, betaal ik een boete voor. Okay. Er is geen spel, het is een bedrijf, het is een regel. Je moet wel luisteren, je moet je dingen doen. Dus, en het is natuurlijk zonder subsidie. Je doet met hulp van sponsor, van dat en dat. Bijvoorbeeld deze keer, de PA-installatie heeft me geholpen met 50% voor de muziek. De DJ's ook een beetje dat ik reclame kon gaan maken. Albert Heijn hebben via een collega die daar werkt, hebben gezorgd dat we de drank en fruit gaan krijgen. Mm-hmm. De Griekse restaurant Zorba heeft mij een deel van de eten. Het is, je hebt niet veel. Je moet voor een klein beetje die carnaval proberen te maken. En de dames zelf, moeten die zelf ook nog iets investeren, iets erin steken voor de kostuum, voor de danslessen? Heel de jaren. Precies. Hoe zit dat in elkaar? Ik heb altijd een choreograaf die verzinnen de pasje, die zoeken de muziek. Ja. En dan gaat 6 weken van tevoren gaat ze trainen. Ja. Dan gaat ze een pas maken en dan gaat ze dansen. Lesgeven. Ja, en die meiden moeten natuurlijk die kostuum betalen. Die materiaal is heel duur. De materiaal van dit jaar zijn gekomen uit Dubai, uit Brazilië, São Paulo, Santos en uit Marokko. Dat kost alleen maar tijd. Je moet daar naartoe uit te zoeken, je moet ze meenemen, je krijgt een controle bij de douane. Het is echt een grote ding. Wat je kan bestellen ook via internet, als je boven 25 euro bestellen, dan moet je de tekst gaan betalen. Mm-hmm. Het is geen grap. Nee. Ja, dat is echt het is echt heel veel werk heel om dat te doen. Ja. En wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken, bij echt het organiseren? Je hebt natuurlijk dat je moet zorgen dat de groep compleet is, dat de outfits compleet is. Nou, ik hoor net dat het materiaal, de kostuums, je moet het kopen, je moet het maken. De DJ, zit er de DJ ook nog? Ja, muziek, de juiste muziek uitkiezen. Ja, hoe werkt dat dan weer? Gaan jullie gewoon op internet wat dingetjes luisteren? Soms komt er iemand met een idee. Ja, en dan neem ik dat serieus. Ga ik dat met die ideeën gaan we kijken. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, we zijn Kaapverdiaan. We zijn afkomst
Europa met Afrika. Dus we zijn eigenlijk Afrikanen. Mm-hmm. Dus ik wil mijn carnavalgroep met de muziek van Cabo en Afrika en Portugees Brazil. Dus dat is de basis. En daarna vind ik alles dat Suriname, Antilliaan, alle soorten muziek moet een beetje bij. Want iedereen moet een beetje voelen, weet je, de move. En ik hou van de Amerikaanse muziek, ik hou van Shakira. Dus je echt moet echt leven. Maar dat is ook allemaal een project, weet je. Mm-hmm. De muziek moet ook gekozen worden en daarvoor moeten we dan de combinatie hebben om gewoon te laten ja. werken. Ja. Ja, ja, en qua leeftijden van de dames die meedoen, is het echt verschillend? Of zeg je van nou, je mag alleen meedoen als je minimaal 10 jaar bent en maximaal tot 30 jaar? Of is het... Ja, van wat we zelf willen. Qua leeftijd bij mij, zit het? Bij mij is geen grens. Okay. Kijk, de muziek is te hard voor de kinderen. Zoals jij net zei, vanaf 10 jaar, 7 jaar. Dat is een goede leeftijd? Ja, ja, maar want de kinderen kan ook de oorbeschadiging snel krijgen. Ja. Dus ik moet zorgen ook dat als ik kinderen heb, helemaal achter. En de moeder, de kinderen moeten ook een pas iemand die zorgen voor de kinderen. Dus ja. Eigenlijk is het een beetje moeilijk. Ik heb gezegd, kinderen die meedoen, die mag meedoen, je moet echt willen. Je moet de passie hebben. En goed, de pasjes kunnen de, dansen natuurlijk, leren. Ja, precies. Ja. En qua ook iets, heel veel mensen zeggen, ja, maar ik heb niet de leeftijd om mee te doen naar carnaval. Dan zeg ik, kijk naar mij. Dus wil je zeggen dat ik niet mee mag doen omdat ik 56 dus, ben? Dus je danst zelf dus ook mee? Ik dans ook zelf mee. Okay. En iedereen is welkom. Luister goed. Iedereen. Er is geen grens. Mm-hmm. Jong, oud, mooi, minder mooi, doen, dik. Alle, zwart, blank, Arabisch, iedereen die wil meedoen met mijn groep, kan die meedoen. Mag, okay, jullie zijn aanmelden. Welkom. Kom allemaal naar mijn groep, meedoen met Caverche Go. En kom 28 naar Straatparade om naar ons te kijken. Ja, ja. Nou ja, dat vond ik wel een hele mooie boodschap. Dat iedereen welkom is om bij de groep te komen. En dat er eventueel wel plaats is, ook voor nieuwe mensen. Dus ja, als ze deze groep zien en ze denken nou hartstikke leuk. En wat een leuke vrouw achter de organisatie van de groep. En ze willen erbij, dan kan dat. Nou Eelco, kan je mij vertellen wat jouw rol precies is in het carnaval? Dit jaar. Mijn rol gaat worden dat ik Zeus ga spelen. Het thema van de proef is zijn de Griekse goden. En ja, wij gaan de godin aanbidden. En ja, mijn rol is Zeus. Okay, en hoe lang doe je al mee met het carnaval? Wel geteld een aantal weken. Okay, dus het is echt heel last minute dat je... Nee, het is ongeveer 5-6 weken geleden tot stand gekomen. Ja. Maar ik heb altijd al gewild dat ik mee doe met de parade. Ja. En de kans kwam voorbij. En ja, ze hebben me gegeven. En ik ga hem met twee handen ga ik hem aanpakken. Dus je bent altijd al naar het carnaval geweest en gekeken. En toen dacht je al van nou, ik wil een keer meedoen op een of andere manier. En toen kwam de kans en toen pakte ze hier met beide handen aan. En hoe kwam die kans precies? Kwam je hier langs om het te vragen? Of ben je gevraagd? Wil je het echt weten? Ja. Wil je het echt weten? Ja. Ik kwam twee mensen tegen in de sauna. Die hoorde ik praten dat ze bezig waren met mensen aan het zoeken voor de groep. En toen dacht ik van, hé, hey, ik heb het altijd al gewild. Ja. En dit is mijn kans, van ga ik mijn mond houden? Of ga ik zeggen, hallo, hier ben ik. Ja. En ik heb mijn stoute schoen aangetrokken. En toen heb ik gevraagd van, nou ja, jullie zoeken mensen. Kan ik mijn nummer doorgeven? En ja, een paar weken later zit ik hier op de stoel mijn pak te passen zo meteen. Mooi, en het is altijd nee heb je, ja kan je krijgen. En nou, je hebt gewoon ja gekregen. Mm-hmm. Zeker, ik ben heel blij mee. Dus het is echt waar wat Cecile eerder zei, dat echt iedereen welkom is van alle nationaliteiten en leeftijden. Want hoe oud ben je zelf, Eelco? Ik ben wil je dat weten? Ja hoor. 47. Oké, okay, nou ja, 47. Ja. Je ziet er nog goed uit en ja, gewoon lekker je rol spelen dadelijk. Ja. En het komt helemaal goed. Dat gaat goed. En weet je al een beetje hoe je pak eruit gaat zien? Of kom je nu echt voor het eerst kijken nee. en passen? Ik heb wel meerdere pakken gezien. Ik heb wel de stof gezien.
Ja, ik weet ook wel hoe ongeveer mijn pak eruit ziet. Ja, maar je hebt nog niet eens geheel gepast. Nee, kijk, nee. De pak komt een beetje zo te staan. Oké, okay, zelfs als de jongen. En dat is ook de jongens. Ja. Ja, en hij is ook een kleine god. Ja. En waarom doe je mee met carnaval? Omdat ik het heel leuk vind en ik kan goed dansen. En daarom was het vandaag dit jaar een uitdaging voor mij. Om dit jaar met zomercarnaval mee te doen. Omdat ik elk jaar kijk. En je bent ook de jongste. Hoe oud ben je? Ik ben 11. Zo, dat is best wel jong. En zijn er nog meer van jouw leeftijd die meedoen? Ja, er zijn nog 5. Ja. Oké, nog 5 andere kinderen. En doe je dan met die 5 andere kinderen speciaal alleen oefenen? Of oefenen je met heel de groep echt? Ja, we oefenen met de hele groep. Ja? Nou, spannend. Ik ben echt heel benieuwd hoe je het gaat doen. En gewoon goed je best doen, lekker genieten die dag. En dat komt helemaal goed, hè? En je pak is al heel mooi. En moet er nog wat aan gebeuren aan je pak of is je pak nu helemaal af? Nee. Oké, dus er moeten nog een paar dingetjes worden gedaan. Nou ja, ze zijn hier in het atelier heel goed hebben gezien. Dus het komt pas helemaal goed. En ja, het eindresultaat zullen jullie dan wel zien op het carnaval zelf, hè? De 28e. Ik ben heel erg benieuwd. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe onze zeus eruit zal zien. En gewoon het hele geheel. De queen natuurlijk. En de wagen. Vooral ben ik heel erg benieuwd naar de wagen. Ik kan jullie zeggen, ik heb vanochtend een heel klein kijkje mogen nemen naar de wagens. Ik heb het een en ander gezien. Maar nog niet het totaalplaatje. Er wordt nog steeds flink aan de wagens gebouwd. En ik ben gewoon echt heel benieuwd wat het allemaal gaat worden. Ik wil gelijk even het gebruik maken dat ik Cecilia wil bedanken en Mizuka dat hun mij de kans hebben gegeven om mee te mogen doen met Café Chico met het zomercarnaval van 2018. Ik moet je bedanken, ik ben hartstikke blij en dat heb je laten groeien speciaal voor ons. De baard is speciaal gegroeid voor het dansen. Klopt, ja, dat is correct. Ze hebben me gevraagd om mij erbij te laten staan en dat heb ik ja gezegd en ik krijg een heleboel complimenten. Op mijn werk, overal. Dus ik zit zelf om na te denken om hem te laten staan. Nou, dan heeft die Cecilia toch wel hele goede ideeën. Ja, helemaal mooi, man. Zo, kom maar. Ja. Ze wacht op je. Kijk, zie je het? Goed, hè? Mooi, man. Ja, dus dat vind ik zo, hè? Dat wil ik zo.